Mijn naam is André Schnitzler. Ik ben 15 jaar bij de Portman, was de eerste prins. En in 2004 zijn we met onze prins Eve, de eerste, naar de receptie geweest hier bij de Kwekkerten. En toen Eve, dat kost een steek slecht ophaaien. En wie we hier waren, waren alle hoogheden van Gans Zwamen aanwezig. Toen heb ik die op een rieken gezet. En toen hebben we het stekenwisselen van de hoogheden ingevoerd. Dit jaar is het de 12e keer dat hier in de hoeskamer bij Jan en Klaar dat we het stekenwisselen doen. Door Vos André van de Fopmutsen het stekenwisselen. De Fopmutsen toen in de tijd zijn er met de goos om overal te draaien met de steken. En natuurlijk was het dan ook heel schoon wie ze zelf zoiets hadden van. Er zitten alle hoogheden het mutsje of de steek van hun collega op. Ik stel voor dat voor de Vasselaarwind in Zwamen officieel gaan openen door het omwisselen van de hutjes, de mutsen, de kappen en de steken. Zulke gedoe van hun collega. Ik zie een jury nog de man nog wisselen. En Kim moet ook nog gedaan eens pakken. Dan gaat bij één. Ik zou zeggen, namens de Fopmutsen, Hopslokkers, Vakkers, Boerenbroeder, de Mulder en natuurlijk de Kwekkerten. 1, 2, 3. Knallen! Check shots! Shots! Oh, here goes!
in een trein.